Sommige mensen hebben weinig last van hun spataderen. Maar mocht u nou wel klachten hebben, dan kunt u terecht op de speciale spataderpolie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Allereerst, wat zijn spataderen? Nou, in het lichaam heb je slagaders. Die zorgen ervoor dat zuurstofrijk bloed naar het puntje van je teen gaat, onder andere. En aders die zorgen ervoor dat dat weer terug naar boven gaat. Als het bloed weer terug naar beneden zakt, dan wordt de druk te hoog in de ader, gaat die ader kronkelen en krijg je een spatader. Dat kan onder andere gebeuren dat de kleppen in de ader niet goed functioneren. Die kleppen zorgen ervoor dat dat bloed tegen wordt gehouden en niet naar beneden kan zakken. Er zijn een aantal risicofactoren om spataderen te krijgen. Bijvoorbeeld zwangerschappen, overgewicht, hoge bloeddruk en natuurlijk ook genetische aanleg als het in je familie voorkomt, zeg maar. Nou, de klachten die mensen krijgen van spataderen zijn heel wisselend. Sommige mensen hebben heel veel spataderen en hebben eigenlijk nergens last van. En andere mensen hebben op het zicht aan de buitenkant niet zoveel spataderen, maar hebben toch veel klachten zoals een moe been. Je kan er jeukklachten van krijgen. Eczeem kan zich ontwikkelen. En uiteindelijk, als je spataderen langdurig hebt, kan je ook vocht in het been krijgen, waardoor je weer huidveranderingen ontwikkelt en later meer kans hebt op een open been. Spataderen zijn dus niet alleen maar cosmetisch, wat soms wel eens gedacht wordt. Als mensen op het spataderspreekuur komen, dan krijgen ze van tevoren een vragenlijst die ze moeten invullen, zodat we al een beetje voorgeïnformeerd zijn. En dan zien we de patiënt en we, dat is een dermatoloog en een vaatchirurg. En dan kijken we samen naar de patiënt en dan luisteren we naar het verhaal. We nemen de anamnese af, zoals dat heet. En dan doen we lichamelijk onderzoek. Dan kijken we wat voor spataderen er zijn, waar ze precies zitten. En dan beoordelen we wat er aan aanvullend onderzoek nodig is. Daarna gaan de mensen naar het vaatlaboratorium, waar een duplex gedaan wordt. Een duplex, dat is een soort echo. Er wordt het been ingesmeerd met gel en dan kunnen we precies kijken waar er van binnen spataderen zitten. Patiënten krijgen direct na de duplex de uitslag van de duplex, van de vaatchirurg of van de dermatoloog. En afhankelijk wat er bij dat onderzoek gezien is, krijgen mensen een behandeladvies. Er zijn heel veel verschillende behandelmethodes voor spataderen. En de keuze van de behandelmethode hangt eigenlijk af van de grootte van de spatader. Bij de stamaders wordt gekozen voor het strippen, dat is een operatieve methode, of een wat modernere methode, de endoveneuze technieken. Dat wil zeggen dat je met een laser van binnenuit die stamader behandelt, of via de Clarivane-methode. Voor de oppervlakkige stamaderen, dus degene die aan de buitenkant zitten, kun je kiezen voor scleroseren, dat is het inspuiten, zoals het wel wordt genoemd, of een operatie volgens Müller, en dat houdt in dat je via hele kleine sneetjes de spatader verwijdert. Het voordeel van dat we hier in het ziekenhuis werken, dat is dat we ook de beschikking hebben over operatiekamers. Dus als er een ingewikkelder operatie nodig is, dan kunnen we dat natuurlijk ook gewoon plannen. Ja, wat we gaan doen om de ader uit te schakelen in het bovenbeen die de spataders geeft, hebben we nu afgedekt. En wat we willen is dat die ader dicht gaat. En daarvoor hebben we een nieuwe techniek, dat is de Clarivane techniek. Dat is een techniek waarbij je in de ader een draadje brengt. Dat draadje gaat ronddraaien en dat beschadigt dan de binnenkant van de ader. En daarna plakken we hem dicht. Krijgt u een prikje van mij, wat ik beloofd om te zeggen? Komt het prikje, is altijd een beetje gemeen? U ziet een naald op het scherm richting ader gaan. Kijk, daar zie je hem in de ader gaan. En dan moet je altijd even door de wand heen. Wat u voelt zo meteen, een soort trillend gevoel in de lies. Moet u niet van schrikken. Nou, dan zie je het draadje ronddraaien. En dan trekken we hem langzaam terug. En terwijl we hem langzaam terugtrekken, zie je daar het witte spul komen. En dat witte spul, dat is eigenlijk het plakmiddel. En daarmee plakken we hem dicht. Kunt u nog een paar keer met uw voet op en neer gaan? Ja, helemaal goed. Wij geven mensen steunkousen voor 2 dagen dag en nacht en daarna 2 weken overdag. En na hoe lang komen ze terug voor controle? Ze komen na 6 weken terug en na 6 maanden zien we ze ook weer terug. En dan controleren we of de ader dicht zit en of het, dus de behandeling eigenlijk goed gelukt is. Helaas hebben spataderen nogal de neiging om terug te komen. Het probleem is dat mensen aanleg hebben voor spataderen.
En de aanleg kunnen we niet weghalen. We kunnen alleen weghalen wat er op dat moment aan spataderen zit. Maar het kan weer terugkomen. En soms duurt het lang, maar soms duurt het ook maar kort.